PVV-minister Marjolein Faber heeft zich de woede van linkse deugneuzen wederom op de hals gehaald. Ze is namelijk niet alleen van de mooie woorden, maar ook van de daden. Zo heeft ze voor elkaar gekregen dat uitgeprocedeerde asielzoekers per direct Nederland moeten verlaten. De bed, bad, broodregeling wordt geschrapt. Ook wordt de spreidingswet ingetrokken en wordt de instroom drastisch beperkt. Onder andere door middel van grenscontroles. Ook worden verblijfsvergunningen ingetrokken van asielzoekers die iets hebben gedaan wat echt niet door de beugel kan. En dat heeft geleid tot een hoop linkse tranen op Twitter. Want zo kennen we links. Alles wat krom is, recht praten. Zolang zij deze asielzoekers maar niet hoeven te huisvesten. 2 weken beëdigd als minister en ze gaat ervoor. Wat vinden jullie van Faber? Laat het me weten en like en deel deze video.